Over de Vierdaagse zijn door de jaren heen natuurlijk ook vele verhalen verzameld en boeken geschreven. Vaak op de werkelijkheid gebaseerd. Maar wist je dat er ook fictieve thrillers bestaan rond dit wandelevenement? Schrijver Rudy Dek schrijft al jaren zulke Vierdaagse thrillers, met name als Oorlogspad, Zomerdromen en Bloed doorlopen. Maar hoe kom je erbij om zo'n vrolijk wandelevenement te gebruiken als onderwerp voor thrillers? Helemaal precies weet ik dat natuurlijk niet. Dat zoiets ontstaat, hè, dat groeit. Mm-hmm. Ik werkte in die tijd in Nijmegen op de Oranjesingel. En binnen het bedrijf, een communicatiebedrijf, hadden we het er nog wel eens over. Van, boeken schrijven ook, hè. We gaven communicatiecursussen, maar boeken schrijven is ook wel leuk. Ja. Waarover? Nou, Nijmegen. Concreter, de Vierdaagse. Goed, ik zeg dat nu in 2 minuten, ja, maar daar hebben we heel lang over gedaan. Ja, ja, ja. Om dat stap voor stap te realiseren. Dus ineens was het idee van, ja, Vierdaagse, dat is leuk, want dan heb je een enorme doelgroep. Je bent niet een Nijmegenaar oorspronkelijk, nee, maar je hebt wel het gevoel van de Vierdaagse meegekregen. Ja, ik ben er vaak genoeg geweest. Ik heb ook wel een dag gelopen. Niet een hele Vierdaagse, maar wel illegaal een dag. Ja, ja. En later nou net toevallig de dag geweest en dat de MH17 uit de lucht werd gehaald. Ah, dus 19, ja, ja, ja. Dat is wel een beetje lullig, ja. Dat was uiteindelijk een rotdag. Ja, ja, ja. 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 De boeken die je hebt geschreven. Eén van die boeken is Oorlogspad. Ja. En dat is met de achtergrond, vertel zelf maar. Ja, de achtergrond van het vergissingsbombardement in de Tweede Wereldoorlog is er geschreven. Je moet natuurlijk altijd wat geschiedenis gebruiken. Het is intrigerend natuurlijk. Als je over de stad schrijft, dan kom je tegen de geschiedenis. Daar loop je tegenaan. En het bombardement is natuurlijk een van de meest opvallende dingen die ooit gebeurd zijn in Nijmegen. Dus ik moest daar wat mee. En dat lag er al een tijdje, hoor. En toevallig bij de 100ste Vierdaagse kwamen alle stukjes op hun plek. Zo van, oké, dat moet een verhaal worden over een Amerikaan die nog eens terugkomt naar de stad die hij eigenlijk zelf heeft gebombardeerd. Ja. Kun je daar een stukje uit voorlezen? Wat is het boeiendste stukje uit je, wat je zelf hebt gekozen? Nou ja, het boeiendste stukje niet, want dan geef ik de plot weg. Ja? Dat moet ik niet doen. Nee. Ik moet niet de plot weggeven. Maar de wraak... Spannend. Ja, wraak is natuurlijk... Ja, de wraak. Hè. Wat ik zei zo van... hij is mede schuldig geweest aan de dood van vele kinderen. En toen hebben een aantal mensen gedacht van... Jij moet ook maar eens voelen hoe het is om je kind te missen. Hmm. En uiteindelijk hebben ze zijn dochter ontvoerd. Want hij is met zijn familie zelfs gekomen. Het speelt zich af in de jaren 50. En in 55 is hij met zijn vrouw en dochter en zoon gekomen. En zijn dochter is toen ontvoerd. Nou, dat is... Als wraakactie? Ja, precies. En ze zitten in de Molenstraat. Hij is uitgeput. Ze zitten daar ranja te drinken met elkaar. En ineens zegt zijn vrouw, Claire, waar is Brandon? Brandon is dus die zoon, klein jongetje. Er werd om in zich heen gekeken, maar omdat hij niet te zien was, bleef ze de vraag herhalen, luider en luider. Waar is Brandon? Jason stond op. Brandon, waar ben je? Meneer Thales keerde zich tot zijn dochters. Waar hebben jullie Brandon gelaten? Hij is gewoon meegekomen, hoor, zei mevrouw Thales. Hij zat hier zojuist nog te drinken. Dat bedoel ik niet, zei meneer Thales. Die meiden waren juist met hem aan het spelen. Waar was dat? Jason werkte zich tussen de vele mensen door de straat op. Hij tuurde in de richting van het Keizer Karelplein. En toen de andere kant op, in de richting van de verwoeste stad. Ze liepen omhoog de Molenstraat uit, de Broerstraat in. Ze liepen tussen de panden die daar in aanbouw waren. Om en heen mensen, uitgelaten mensen, overal gepraat en gelach. Hij kan nooit ver zijn, zei Eduard. Je hebt gelijk, mogelijk zijn we al te ver. Ze blijven staan en draaiden een paar maal om in de as. Misschien de ziekenstraat, zei Eduard. Waar is dat? Stukje terug. Oké. Na 1,50 meter bleven ze staan. Vanaf de Oranjesingel kwamen hen talloze mensen tegemoet. Een menigte die op weg was naar de vele cafés en restaurants om een feest ter ere van de wandelaar te houden. Of anders wel ter ere van de dorst. Jason en Eduard drukten zich met de rug tegen de huizen en wachten af. Toen er weer ruimte ontstond, wilde Eduard gaan lopen, maar Jason voelde zich duizelig en moest zich een ogenblik staande houden aan een fietsenrek. Ze gingen dieper de straat in. Eduard bepaalde tempo en alsof hij de afgelopen dagen geen 220 kilometer had gelopen, ging hij met grote stappen de straat door. Een paar honderd meter verder keek hij achter zich waar Jason bleef. Ik zie hem, riep hij. Hij begon te hollen. Ik zie hem. Waar? Eduards woorden brachten energie. Jason versnelde zijn pas. Waar is mijn zoon? Waar dan? Kijk, riep Eduard. Daar loopt iemand met hem. Lijkt me spannend.
Ja, dit was de eerste poging dus om een kind te ontvoeren. Niet gelukt. Ja. Drie jaar later wel. De boeken zijn niet meer uitgegeven. Want je bent gestopt uiteindelijk met deze thrillers. Naar 8 of 10 thrillers te hebben gemaakt. Ja, ik ben gestopt met de Vierdaagse thriller. Op een gegeven moment. Ja, misschien kun je het je voorstellen. Maar op een gegeven moment is de pen leeg. Mm-hmm. Steeds weer over de Vierdaagse. Soms een beetje geforceerd de link leggen naar de Vierdaagse. Toen merkte ik wel van nou, dit, hier moet ik mee ophouden zo. Mm-hmm. Dus ik vind het heel erg leuk om over de stad te schrijven. Ga ik ook verder doen. Mm-hmm. Maar de Vierdaagse is voor mij klaar. Oké, dus ja. Het wordt wel iets met Nijmegen? Ja. Of, ja? Ja, nee, ik schrijf weer. Ik ben weer bezig met het thriller. Ik hoop dat hij dit jaar uitkomt. Misschien wordt het volgend jaar. Mm-hmm. En die speelt zich weer heerlijk af in deze mooie stad. In Nijmegen. Absoluut. Okay.